Hoofdtrainer Ole Tobias, een doelpuntloos gelijkspel tegen MVV bij de start van het seizoen. Dat is denk ik niet de start zoals je hem gewenst had. Nee, ik had inderdaad gehoopt dat we vandaag met 3 punten zouden staan. En dat is helaas niet gebeurd, nee. Heeft je ploeg gevoetbald zoals je het gehoopt en verwacht had? Nee, met name in de eerste helft waren we heel erg zoekend. Loopacties voor elkaar wat niet kloppen. Gehaaste beslissingen met ballen in de diepte. Nou, blijf nou rustig, blijf zoeken. Speel met de tegenstander waar je de vrije mensen kunnen vinden. En het was veel te gehaast. Ik weet niet of we zenuwachtig waren omdat de eerste thuiswedstrijd was. Maar het liep niet vlekkeloos naar de eerste, met name 60 minuten. En na 60 minuten zag je dat de MVV vermoeid raakte. Je kreeg steeds meer ruimte om te kunnen voetballen, omheen te kunnen voetballen. Alleen in de eindfase hebben we veel te weinig gecreëerd eigenlijk. Tuurlijk moeten we scoren. We hebben 2 grote kopkansen. Ene van Thierry Margarita, die op open goal bijna kon scoren. Daarna heb je een kans van Thomas, die op open goal gewoon naskopt. En dan heb je een paar voorzetten in de armen van de keeper of net een voet ertussen, wat gewoon niet goed genoeg is. En daardoor scoor je niet vandaag. Ja. Had je gezien het spel in de voorbereiding en het gevoel dat je had verwacht dat je tot meer in staat al zou zijn bij deze wedstrijd? Ik had verwacht dat we sowieso een lastige wedstrijd zouden krijgen. De eerste wedstrijd is altijd speciaal. En helemaal omdat je die niet snel of niet de 1-0 maakt. Ja, dan blijf je zoeken. Dan ben je op zoek. En dan lukt het je niet. En dat zag je misschien terug ook in de eindfase. Dan wordt een beetje gehaast in plaats van gewoon rustig te blijven. Nou, dat is wel jammer, ja. Wat is het gevoel dat nu uiteindelijk overheerst? Ja, wel teleurstelling. Maar ik ben blij, de kop is eraf. We moeten nog 37 wedstrijden en we kunnen nog heel veel punten halen. En ik ben blij dat we weer zijn begonnen. En volgende week moet wel nog beter. En die kansen die je krijgt, dan moet je wel scoren, ja. Om positief af te sluiten, het is wel lekker dat die bal weer rolt met publiek erbij. Nee, dat wel. Ja. En we hebben 1 punt. Ja, het klinkt alsof we verloren hebben, maar we hebben 1 punt. We hadden graag 3 willen hebben. Maar volgende keer moeten we wel doelpunten gaan maken, ja. Dankjewel.